Als de zon weer schijnt, dan loop ik graag in het tuintje van de Vloed. Woensdag 15 mei was een belangrijke dag voor Zorgcentrum De Vloed. Het was de dag van de officiële opening van de Alzheimertuinen. Groot feest dus en veel bezoek, vooral van de bewoners zelf. Mevrouw Erika van de Veerdonk, een grote dag vandaag. Ja, een hele grote dag. Vandaag wordt de Alzheimertuin geopend en de ontmoetingstuinen. En we hebben daar een paar jaar over gedaan. Maar eindelijk vandaag is het zover en wordt het geopend. We hebben zelfs de zon mee. Iedereen was bang, heeft vanmorgen ook nog wel geregend. Maar nu is het een stralende middag. Zingt u mee deze keer? Want ik weet het niet helemaal goed meer. Wat zegt u? Oh, goed zo. Blijf zitten, gewoon achterin gaan zitten, meneer Van Hout. Ga eens gewoon leunen. Jaap Germans, u bent voorzitter van Stichting Vrienden van de Vloed. Wat is de doelstelling van de stichting? De doelstelling van de stichting is om geld te verzamelen voor de vloed. Waarbij met name welzijn van de bewoners gestimuleerd kan worden. Hebt u al naast deze Alzheimertuinen andere projecten afgewerkt? Ja, er waren er nogal wat. Het was voor mijn tijd. De duofiets, de snoezenruimte. Biljart in de hal. Daar zijn kunstwerken door mensen gemaakt en daar de omlijsting van. En nog een paar wat ik even kwijt ben, maar dan nogal veel van dat soort projecten. Ja. Oh, kijk uit toch? Ja. Past er niet in? Hij past er niet in. Oh, hij past er niet in. Mijn mond moet verder open. Ja, ik vind het mooi dat het allemaal door elkaar heen loopt. En dat mensen van buitenaf ook door de, naar binnen kunnen. Dat het gewoon helemaal opengesteld is. En gelukkig laat de jeugd het allemaal heel. Wat is uw aandeel in de ontwikkeling van deze tuin? Dat is een hele goede vraag. Ik heb het initiatief meegenomen. Om de Vrienden van de Vloed op te richten. En de Vrienden van de Vloed zijn uiteindelijk actief geworden. Die hebben sponsors bij elkaar gezocht en hebben het geld bij elkaar gezocht. En om dat te ondersteunen. Daarnaast om een goede tuin, een Alzheimertuin, te ontwikkelen, hebben we gezocht naar mensen die er verstand van hadden. En daar heb ik ook een aandeel in gehad. Dat is... En vanwege haar grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Alzheimertuinen mocht Erika van de Veerdonk zelf een blijvende blijk van waardering van de kant van de vloed onthullen. Dankjewel, dankjewel. Nou, dankjewel. De openingshandeling werd verricht door de heer Gisbergen, die ook al in 2011 de eerste spade voor de tuinen in de grond had gestoken. Hij onthulde een bord met daarop de namen van allen die financieel hadden bijgedragen aan de totstandkoming van de tuinen. Heel belangrijk. Dat is, we hebben nu die tuin. Nou, die is hartstikke goed, hè. Maar het gaat natuurlijk pas werken als zijn een patiënt en anderen. Nou, zelfstandig. Die tuin ingaan, ja, daarin blijven. Ja, dat is dus even. En dat is de volgende. Dat gaan we organiseren. Ja, dat gaan we echt organiseren. Daar is een sleutel bij. Dat je dat weer niet extra op het personeel, want die hebben het inderdaad hartstikke druk. Dat we iets moeten bedenken dat vrijwilligers of anderen daarmee helpen. Het personeel dan andere dingen kan doen en echt ook het idee heeft dat ze vrij zijn. Ja, of voor ontwikkeling van zichzelf of voor andere mensen. Dus als dat lukt, en daar nemen we 2 jaar voor, dan hebben we een project wat uniek is. We ruiken al het mooie eraf. Een prachtige dag was het, met heel veel zon, shows, muziek.
en lekkernijen.